Zeker, en je luistert naar 100% NL. Ja, Colin Pex. Goedemiddag. Zo, oh, dat schiet op. Bijna 1:15 op donderdag. Betekent dat het bijna vrijdag is, dus bijna weekend. Lekker. Misschien wel de start van je zomervakantie ook nog, die heel dichtbij komt. Zuiden, volgens mij begint morgen aan die welverdiende vakantie. Dus, nou ja, heel veel plezier. Je gaat ons missen, snap ik. Maar daar hebben ze allerlei dingen voor. Hè. De app bijvoorbeeld en zo. Dus kun je gewoon 100% NL luisteren. Maar begin je aan de zomervakantie en reis je misschien komende tijd richting het zuiden. Let even op. Want vandaag in het nieuws dat tanken dit jaar gemiddeld met 14% gestegen is in de 12 populairste vakantielanden. Het loont nog altijd om in Luxemburg of Oostenrijk te tanken. Maar ja, als dat 4000 kilometer om is, ja, weet je niet of het dan echt de moeite waard is. Verder kreeg ik vandaag een update van mijn navigatiesysteem binnen. En waarom? Nou, in Frankrijk hebben ze nu de maximumsnelheid verlaagd op de provinciale wegen. Dat was 90, is gegaan naar 80. Dus ik dacht, bedankt voor die update. Had ik zelf nog niet in de gaten, maar kost je €180. Als je ze pakken, zeg maar. Ze schijnen deze zomer heel streng te controleren. Nou, 100% zomer in het land merk je natuurlijk ook bij ons. Want dat vieren we gewoon lekker samen. Met allerlei zonnige hits. Die bij jou is altijd welkom. Nou, hoor, dit is hier met Onderdoes. Ik zag er weer ook niet waar hij met zijn moeder. Die trakt zo niet, hè? Nee. Weet je zeker dat je goed kijkt? Hey,
Kapot. En mijn huis is niet het grootste, toch sta ik vrolijk op. Ik ga gewoon een stukje lopen. Heb ik nou een bord voor mijn kop? Als ik het wel goed vind, zo.